Waste to Energy plan moet in 2021 operationeel zijn. Leger des Heils wil dit jaar 4000 kerstpakketten uitdelen. En nieuwe maatregelen in Venezolaanse goudindustrie. Het journaal van de SCVS, vandaag is zaterdag 3 november 2018. Van harte goedenavond. De regering is momenteel in gesprek met een partij die geïnteresseerd is in het opzetten van een waste-to-energy plant. Dit bedrijf zal als taak hebben het huisvuil op een milieuvriendelijke manier te helpen verwerken. Dat zegt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De minister gaf het parlement een update ten aanzien van de stand van zaken te Ornamibo. Zijn we met het equipment verder gegaan om de infrastructuur te herstellen op Ornamibo. We hebben meer dan 13.000 kuub aan funderingsmateriaal verwerkt en bijna 3.000 kuub aan zand en beeskors om de wegen te beleggen. Er zijn 3.000 machineuren hier aan besteed en daarnaast is er een algemeen verbod op open vuur, spreekt voor zich, op de stortplaats. En we proberen zo de situatie onder controle te houden. Vooralsnog zal het vuilophaal- en vuilverwerkingsproces op dezelfde manier geschieden, tenminste wel verbeterd. Door de verbeterde infrastructuur zullen we meer ruimte hebben waar het vuil verwerkt zou worden. Maar ik zou graag even de komende 5 minuutjes willen praten over de toekomst van vuilverwerking en Ornamibo. Dit plan moet volgens minister Pengel uiterlijk 2021 worden uitgewerkt. De regering hoeft in deze geen investering te doen, alleen faciliterend op te treden, vervolgde de bewindsman. Over het natraject van de vuilstortplaats Ornamibo zei de minister dat de overheid maatregelen heeft doorgevoerd na de ontstane brand die voor enorme problemen heeft gezorgd. We zijn bezig met de partij die sterk geïnteresseerd is om een waste-to-energy plant hier te zetten. En de waste-to-energy plant, gewoon basaal, zal het zo werken. We zullen het vuil ophalen en daar zullen de recyclebare producten uitgehaald worden. Glas, blik gaan in één lijn. PET en plastic gaan in een andere lijn, omdat vanuit PET en plastic er pyrolyseolie gemaakt zou worden, zo diesel, als het verder geraffineerd gaat worden. En alle andere huisvuil, groente, fruit en tuinafval gaan in de hoofdstroom om verbrand te worden. Maar ze zullen niet alleen verbrand worden, omdat je daarmee heel weinig kan opwekken. We schatten in dat als je alleen maar het huisvuil verbrandt dat brandbaar is, dat je ongeveer 3,5 megawatt kan opwekken. Wat nieuw is aan deze plant is dat we de plant zullen combineren met de plant die opgezet zou worden voor IM Gold, een soortgelijke plant. Waarbij IM Gold biomassa zal planten, een rietsoort, waarmee heel veel door dit uit te knijpen, te drogen en daarna te verbranden, dat daarmee energie opgewekt kan worden door boilers aan de kook te brengen en met de stoom turbines te draaien en zo energie op te wekken. Dus het plan is om, wanneer dus deze plant draait, gaat er 70% biomassa in de plant en 30% brandbaar huisvuil. Dan hebben we dus de recycle lane, waaruit we dus ook brandstof kunnen raffineren, diesel. En met deze gecombineerde verbrandingsoven tot energie hopen wij 20 megawatt op te kunnen wekken. Het Leger des Heils wil dit jaar ongeveer 4000 kerstpakketten uitdelen aan behoeftigen en minder bedeelden. Dat heeft majoor Verlies Thomas vandaag bekendgemaakt tijdens de officiële start van de jaarlijkse kerstpottenactie op het KKF-beursterrein. Thomas rekent op de volle ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap. The target will always be it was for 250,000. That will help us to serve about 2,500 people. And we will keep it the same. Although the packet will be a little bit more expensive, but we know the situation in Suriname, so we are working with the people and we expect the people will basically continue to support in whatever way they can. So we are grateful what we have already received and what also we're going to receive for the year. De kerstpottenactie van het Leger des Heils is vandaag met zang en dans ingeluid. Verder werd gebeden voor een succesvolle inzameling. Cosmos Energy beet de spits af met de eerste donatie.
We weten ook dat ze mensen in nood helpen met warme maaltijden. Ook tijdens de overstromingen, dat ze hun hebben geholpen met materialen. En ze zijn een organisatie dat zich ook niet alleen bezighoudt in Paramaribo, maar ook in de districten. En hun target is voor dit jaar 4000 pakketten dat ze willen verstrekken. En we zijn hier met een bijdrage van 10.000 SAD voor het goed werk dat ze doen. Cosmos was niet de enige donateur die vandaag aanwezig was tijdens de kick-off van de kerstpottenactie van het Leger des Heils. Jack Tours & Travel Service was het tweede bedrijf. Volgens Jack Uden van Jack Tours doet het bedrijf elk jaar spontaan mee met deze actie. Hij en een andere donateur motiveren het belang van ondersteunen. Dat doen we omdat we weten dat het Leger des Heils dit project op een fantastische wijze uitvoert. Elk jaar weer. En heel erg transparant met name. Je ziet waar het geld uiteindelijk naartoe gaat. Je ziet hoe de mensen in alle hoeken en gaten van die samenleving bedacht worden. En aan het eind van de rit, dat doen vele organisaties vaak niet, komt er een dankbrief en een verslag over wat het dit jaar is geworden. Die transparantie is heel erg belangrijk. Afgezien van het feit dat het gaat om een christelijke organisatie, waar je vanuit mag gaan dat het al gebeurt, is het prettig dat dit wordt vastgelegd. Ik kreeg vanmorgen een sms van een van de vrijwilligers van Leger des Heils. En die zeiden van, om ben in de katje 1000 jidens, maar ik dacht oké, moet je 1000 komen. Maar toen ik eenmaal hier was met mijn secretaresse, toen zei mijn secretaresse van, we hebben deze maand, althans oktober, hebben we heel veel winst gemaakt. Dus waarom verdubbel je het niet? Daarom heb ik het verdubbeld. De inzamelingsactie duurt tot en met 22 december. Hierna zal het Leger des Heils de belofte nakomen om de kerstperiode en de jaarwisseling voor duizenden gezinnen aangenaam te maken. Middels, zoals we het eerder zeiden, het verstrekken van voedselpakketten en andere benodigdheden. Het is een pertinente leugen dat de politie onder de centrale markt is verwijderd door marktmeester John Lekton. Dit zeggen marktventers. Eerder heeft parlementariër Mahinder Yogi zijn misnoegen geuit over de veiligheid van bezoekers en verkopers onder de centrale markt vanwege het vertrek van de politie. Marktverkopers weerspreken deze beweringen. Nee, helemaal niet, meneer. Nee. If you want it, we can carry on a police post, we inspect that up and the over that up. Dus de man zei takasanati, nooit not true. Is niet waar. Let's go to the danger? Let's go to the danger. Alla die de school toe worden. Alla die. Soms de man die een burger, dat wel. Omdat deze man om aan sabi, even aan de politie. Maar aan man de altijd. Alla die de man de jas. Wel, ze zijn voorin toch? Ze zijn wel politieagenten. Ziet u ze dagelijks? Ja, elke dag. Dus er is politie wel, maar weinig. Eerlijk gezegd, er is politie daar maar weinig. Kan meer zijn. Markt is groot. Mensen schoten bij wakker ja. En van man bij pura schoten daar van zijde de schoten bij wakker ja. De schoten nog bij wakker ja toch. Zo men ook zegt, soms hij dat lolo sande zo. En zo als sande nou een droog mooie ja. Maar mij hij dat die is de beste marktmeester is met een lachton. Voor mij zeer, in onze vertrouwen. Ja. Ik zie ze wel. Wat was de laatste keer? Zo net. Toen ik aan het verkopen was, ik verkoop hier in de gang. Ja, ik heb ze nog gezien. Ja. Marktmeester John Lekton zegt niet te weten van waar het assembleelid Yogi met de bewering komt. De units van de politie en het kantoor van de beveiliging en bijstandsdienst zijn juist op een strategische plek geplaatst in het belang van de algemene veiligheid onder de markt. Die zaak dat hij gezegd heeft dat ik de politie eruit gesmeten heb. Hoe kan een marktmeester de politie uit de markt smeten om een plek te verkopen? Het is een plek dat ik heb het hier aangetroffen. Het was gesloten. Het is naast de rivier, dus de hele vloer was doorgezakt met de politie daar erbij. Zijn ze verhuisd naar voren. En dan had je, toen ze het opgekomen, had je BBS daar. En later is BBS verhuisd waar nu BOG staat. En nu zijn ze in de ringweg. Dus hier was gesloten. En die meneer dat die zaak heeft gehad, ik heb een afspraak gedaan van iedereen die wat hier wil bouwen. En ik zelf ook moet het vervrijend zijn. De afspraak gemaakt, als je geeft me je tekening, leg me je fantasie uit hoe je het wil organiseren.
En daarna gaan we zaken doen. En hij heeft flink geïnvesteerd. Ik zeg van goed, dan mag je een vergunning hebben. En het is een prachtige zaak. Het is een polier waar ik kippen verkoop en hij doet het goed. Volgens de marktmeester wordt er een transparant beleid uitgevoerd. En ieder die inzage wil hebben, mag ten alle tijde binnenlopen. Ook roept hij de overige parlementsleden op om vaker een bezoek te brengen aan de markt, aangezien zij een controlerende rol hebben in het belang van de samenleving. De gemeente, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft vandaag samen met vrijwilligers zwerfvuil vanaf de Weidenbosbrug tot het Oude Veerplein opgeruimd. Deze activiteit is georganiseerd in verband met de Internationale Dag van Dienstbetoon. Liefde voor de natuur en het schoonmaken van het milieu past precies in de visie van Dienstbetoon. Vandaar dat er is gekozen voor een schoonmaakactie, laat Roy Haverkamp weten. We denken dat het milieu erg belangrijk is. Ja? Onze hemelse Vader heeft deze aarde geschapen voor ons. Niet met de bedoeling dat we het gaan vervuilen, maar dat wij het gaan onderhouden en er goed gebruik van maken. En men weet, als het milieu vervuild wordt, kunnen er allerlei ziekten ontstaan. En wij moeten dus meehelpen, onze medemens meehelpen, het voorbeeld geven dat het niet zo moet zijn, maar dat we moeten zorgen dat het milieu altijd wordt schoongehouden. Het is in ons eigen voordeel dat we gezond kunnen leven, dat we gezonde lucht inademen, dat we geen bacteriën en alle soort van dingen op ons krijgen, doordat we zo slordig omgaan. Elke eerste zaterdag van november is voor de Kerk van Jezus Christus de Internationale Dag van Dienstbetoon. In alle landen waar de kerk gevestigd is, wordt er een project uitgevoerd om de gemeenschap te dienen. Dit jaar is in Suriname gekozen voor het district Kommerwijnen. Ongeveer 150 vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te helpen met het opruimen van zwerfvuil in het gekozen district. Volgens een van de burgers is het de plicht van de mens om verantwoordelijk om te gaan met het milieu. De natuur is alleen maar mooier als het schoon is, zonder pepflessen. Zonder plastic. De natuur is alleen mooier zoals de Heer zelf dat heeft geschapen. Het initiatief van de kerk wordt ondersteund door de gemeenschap van Kommerwijnen. Een taxichauffeur die zijn brood verdient in de buurt van het Veerplein stelt het op prijs dat vrijwilligers bereid zijn om de plaats schoon te maken. Daarnaast ergert de chauffeur zich dood aan het gedrag van bepaalde burgers die bewust hun woonomgeving vervuilen. Wat ik wou zeggen, komt u morgenochtend. U kan morgenochtend tegen 6 uur komen, 6:30, dan komt u kijken. Het gaat bij mij erom, zeg, men doet moeite om het schoon te maken. En de mensen die het baat bij hebben hier op Veerplein, maken het vuil. Begrijp? En het kan niet zo doorgaan. Dat men het schoon maakt en morgenochtend wanneer ik kom, is het hetzelfde weer. Dat is geen manier van doen. Het kost de overheid enorme inspanning en geld om het vuil elke dag op te ruimen, volgens Openbaar Groen Kommerwijnen. De bewustwording moet nog meer inleven binnen delen van de gemeenschap met betrekking tot de gevolgen van een slecht onderhouden woongebied. We de Weidenbosbrug hebben we gisteren gedaan. Gaat u zelf straks even natrekken wat voor troep mensen achterlaten daar. Binnen een uur of twee heb ik daar werkzaamheden verricht. Ik heb zeker 1 4-ton pick-up en 1 2-ton pick-up vuil verwerkt van onder de brug van de Weidenbosbrug. Ik heb laatst nog zeg, over 2 weken geleden heb ik werkzaamheden verricht langs de Oost-West-verbinding. Binnen een strekking van zeg maar 6 kilometer. 195 zakken vuil, zware vuil heb ik verwerkt. Zo kan ik geheel Kommerwijnen aangeven waar er gewerkt wordt, vuil op opgehaald. De Surinamers moeten eigenlijk eens een keertje beseffen, laten we Surinamers schoon houden.